De Centrale Bank van Suriname treft maatregelen om het vertrouwen in de Surinaamse munt te vergroten. Dit kwam vandaag naar voren tijdens een persconferentie die is belegd door de bank. Governor Maurice Roemer gaf aan dat de stijging van de wisselkoers te wijten is aan een grote mate van onzekerheid op de markt. Maar volgens hem is er in principe geen reden voor een stijging. Op grond van rekenmodellen van de Centrale Bank kunnen we zeggen dat als de koers nu, zoals wij vernemen, richting 25 en hoger gaat, dat we zeggen jammer, omdat wij denken dat de kopers dan te veel betalen, dat de koers dan is overgewaardeerd. Maar dat is voor de markt, zoals we dat moeten organiseren in het IMF-programma, helaas geen uitgangspunt. De governor is ook ingegaan op exogene factoren die van invloed zijn op de koersontwikkeling in Suriname. De oorlog in Oekraïne is er één van. Importeurs van benzine hebben bijvoorbeeld meer dollars nodig om de reguliere voorraden aan te vullen. Lokale banken zijn vanwege een uitdaging ten aanzien van het giraliseren van hun US-dollars niet in staat in de behoeften van importeurs te voorzien. De Centrale Bank van Suriname heeft volgens Roemer reeds een traject ingezet om dat probleem te verhelpen. De Centrale Bank heeft na een heel moeizaam en vrij lang due diligence proces, zijn wij nu in staat om sedert 2018, toen de geldzendingen er ooit waren en die in Nederland, zoals u bekend, zijn gestrand, dat wij in staat nu zijn geweest om een zeer vooraanstaande buitenlandse partij te vinden die met ons in zee gaat om de geldtransporten, en dan heb ik het over cash, naar Giraal, voor de banken te doen. Maar ik kan u wel vertellen dat de Centrale Bank vooruitlopend op deze geldtransporten reeks transacties heeft gedaan voor de banken om hun kassen, hun cashkas, enigszins te verlichten en voor hen te giraliseren in het buitenland. Dus die tranches zijn er ook al geweest. Dat is wat de bank ook op dit moment heeft gedaan. En het belangrijke hierin is dat de algemene banken hierdoor ook op een betere manier kunnen inspelen aan de vraagzijde in verband met chirale overmakingen naar het buitenland voor importeurs.